Allereerst wil ik jullie welkom heten namens Landschap Erfgoed Utrecht. En zowel de mensen hier in de Jansenzaal als de mensen thuis. Daar hangen ook nog een paar honderd mensen, dus hartstikke leuk. Ik ga het kort houden. Komende drie kwartier gaan jullie luisteren naar een verhaal van een collega van mij, Leon Pors. Die gaat jullie meenemen op een tijdreis door Utrecht. Een miljard jaar moet hij in drie kwartier zien te proppen. Daarna is gelegenheid om vragen te stellen. Dus veel plezier en Leon, ga je gang. Nou, goeie avond. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. En voor alle mensen thuis, ik weet dat er een heel bijzondere persoon in de groep zit. Carmen, die wil ik even apart groeten. Ik ben van huis uit geoloog. En ik had eigenlijk bij de Shell of de Esso moeten werken. Dat is er niet van gekomen, want tijdens mijn studie had ik al zoiets van dat gaat hem niet worden. Want dat ben ik niet. Dus ik ben in de natuurbescherming terechtgekomen. En dat heeft zich allemaal afgespeeld op een hele andere plek op de wereld, op Curaçao. En anderhalf jaar geleden, toen heb ik met vrouw en dochter van 11, heb ik besloten om eens een tijdje iets anders te gaan doen. En toen ben ik via een hele grappige omweg, via een IT-bedrijf, bij Landschap Erfgoed Utrecht terechtgekomen. En daar probeer ik me op dit moment nuttig te maken voor de fantastische projecten die we met z'n allen doen. Voor onder andere het in kaart brengen van alle kleine landschapselementen in de hele provincie en dat soort spannende dingen. Maar goed, ik heb verhalen. Ik barst van de verhalen. Ik loop over van de verhalen. En we dachten van misschien is het leuk om wat van die verhalen te gaan delen met jullie. En wat ik ga delen, dat is inderdaad een miljard jaar in drie kwartier. Nou, ik begin altijd eventjes met onszelf op de plek zetten waar we eigenlijk horen te staan. Het volgende filmpje wat ik laat zien geeft even duidelijk aan wat ik daarmee bedoel. We beginnen bij onze aarde, een hele bijzondere plek. Water, zuurstof, prachtige ecologie. Maar daar gaan we. We gaan even om ons heen kijken. Zon, energie. Komt-ie. Dat is onze zon. Wat zijn we eigenlijk klein? En als we in dat heelal om ons heen kijken, wat gebeurt daar allemaal? Het is echt mindblowing. We komen er steeds meer van te weten. Maar we kennen nog niet eens onze eigen aarde. Laat staan dat hele heelal. Nou, ik ben geoloog en een geoloog die houdt zich bezig met het ontrafelen van stenen. Ik heb er een aantal meegenomen vandaag en elke steen is in feite een verhaal op zich. En ik ga er af en toe eentje voorbij laten gaan, die zal ik even rondsturen. En dit redelijk onooglijke stukje graniet, dat is wellicht het meest bijzondere stukje wat ik in mijn collectie heb. Want ik heb ooit aan een collega en een hele goede vriendin van mij gevraagd, joh, kun jij het oudste stukje Australië, want dat is waar ze woont, voor mij regelen? En dat heeft ze gedaan. Ze is naar een collega van haar toegestapt, die dus ook geoloog is. En die is speciaal voor mij, is die ergens in Australië, waar die ook veldwerk deed trouwens, een klein stukje graniet af gaan hakken. En dit heeft een ouderdom van maar liefst 3,4 miljard jaar. Nou, dat is iets wat je je nauwelijks kunt voorstellen. Wij leven, nou, 80, 90, als je heel veel geluk hebt, 100 jaar. We kunnen in termen van een paar eeuwen denken, maar ik heb hier dus 3,4 miljard jaar geschiedenis van de aarde. En het is best wel leuk als je zo'n stuk gesteente in je handen hebt, om daar gewoon eventjes een gevoel bij te krijgen. Dus vandaar dat ik hem even rondstuur.
Nou, ik ga nog een filmpje laten zien. Dat is eigenlijk even een snelle cursus hoe die aarde is veranderd in de afgelopen pak een beet 900 miljoen jaar. Ik ga ervan uit, ik ben bijna ervan overtuigd dat iedereen dat verhaal wel heeft gehoord, dat die continenten aan het schuiven zijn. Hoe dat precies gaat en wat allerlei processen zijn die daar aan ten grondslag liggen, daar gaan we ons even niet mee bemoeien vandaag. Maar we hebben een analyse gemaakt als honderden geologen door afgelopen 50, 60 jaar heen. En dan kom je tot dit toch wel wat bijzondere verhaal. Zo zien we er op dit moment uit. En dat is bekend. Alleen gaan wij 900 miljoen jaar geleden terug in de geschiedenis, dan zul je zien dat die continenten op een hele andere plek lagen. Sterker nog, dat een heleboel huidige continenten er nog niet waren. En dat verhaal van Nederland, van Utrecht, heeft hier ook mee te maken. Nou, dit is nu ijs op de Noord- en de Zuidpool. En nu gaan we terug naar een beetje het einde van het tijdperk wat ze Precambrium noemen. Daar breken wat stukken continent los en die gaan we zo meteen ook weer tegenkomen voor het verhaal van Utrecht. Die begonnen te schuiven wat meer richting het noorden. Af en toe botsten er een paar tegen elkaar. En dan krijg je gebergtes. En wat er hier bijvoorbeeld is gebeurd, dat vinden we nu terug als de Ardennen. Nou, weer een lekkere botsing. En kijk wat dat ijs doet, hè? Af en toe ijs, maar het merendeel van de tijd eigenlijk niet. Nou, en dan langzaam maar zeker begint het een klein beetje herkenbaar te worden. Nu zijn we rond 200 miljoen jaar. De Jura, tijdperk van de dinosaurussen natuurlijk. Atlantische Oceaan begint open te gaan. Middellandse Zee begint zich te vormen. Eoceen was bloedheet in die periode. Gemiddeld op hele aarde 6, 7 graden warmer. En dan, bam, Pleistocene, ijs. Flinke ijstijd. Tot nu. En natuurlijk willen we ook weten hoe dat in de toekomst verder gaat. Dus daar hebben we ook een natte duim tegenaan gehouden. Dat zou dit kunnen zijn bijvoorbeeld. Betekent dat je lekker kunt zeilen op de plek waar nu de Amazone is. Afrika is opgebroken, dit hele stuk dat ligt los. Dat is nu eigenlijk al aan het gebeuren. Nederland helaas is er niet meer. Dus we moeten verhuizen, maar ja goed, het is pas over 100 miljoen jaar, dus we hebben de tijd. En dat maakt voor mij dit vak zo bijzonder. Wat hebben we? Gesteente. En dat gesteente, dat wordt een soort boek. Dat boek, dat ga je ontrafelen. En daar maken we dit soort verhalen van. En daar maken we als wetenschapper ook af en toe lekker ruzie over en zo. En hoe meer ruzie we maken, hoe beter het verhaal wordt. Nou, ik ga jullie meenemen in het verhaal van Nederland en dus ook van Utrecht. Ik zet eventjes, en dit is niet om het uit je hoofd te moeten leren, want je krijgt vandaag geen examen of zoiets. We beginnen hier, ongeveer een miljoen jaar geleden, of een miljard jaar geleden, en gaan een reis door de tijd maken tot het nu. En we zitten nu in een tijdperk wat 2 jaar geleden een nieuwe naam heeft gekregen, het Meghalayan. En dat begon ongeveer een 4200 jaar geleden, want toen was er in het Midden-Oosten een extreem droge periode, waardoor dus die cultuur die daar toen was, in feite uit elkaar is gevallen. En dat gaan geologen over 10 miljoen jaar gaan ze dat terugvinden.
En er is nog een heel debat of we ook nog het Anthropoceen moeten gaan introduceren. En dat zou bijvoorbeeld neergelegd kunnen worden op de plek van de eerste atoomproeven. Want dat gaan we dus ook tegenkomen in de gesteentes in de toekomst. Heel bizar. Maar ook wel bijzonder. Nou, terug naar het Precambrium. Ik zit hier dus ongeveer op 1 miljard jaar geleden. Nederland was nergens te bekennen. En zo zagen de kustzeeën eruit, met hele bijzondere levensvormen. Het zijn eencellige organismen geweest en deze eencellige kleine beestjes in feite en plantjes, die produceerden de eerste restjes aan zuurstof die langzaam maar zeker ander leven heeft mogelijk gemaakt. Nou, Nederland was er niet, maar waarom zou ik toch zeggen van 1 miljard jaar Utrecht? Ik heb hier het miljardjaar Utrecht meegenomen. Dit is zand. En dit zand is meegeblazen tijdens de ijstijden vanuit het noorden van Europa. En dit is een erosieproduct van het uiteenvallen dus van gesteentes in Scandinavië. En die hebben een ouderdom van tussen de 2 en de 1 miljard jaar. Dus als je nog een keer de tuin omspit, dan ben je dus aan het graven in zand, wat in feite een ouderdom heeft van 1 miljard jaar of meer. En dat is best wel grappig om daar even bij stil te staan. Dit is heel oud spul. Australië is nog even een tikje ouder, ja. Ja. Nou, je hebt op aarde heb je een aantal kratons. Dat zijn eigenlijk de restanten van de oorspronkelijke continenten van heel lang geleden, van 3-4 miljard jaar geleden. En dat zijn eigenlijk restjes. Er is veel meer geweest, maar het merendeel daarvan is uit elkaar gevallen. En dat is ook weer terug de aardkorst in verdwenen in feite en is ook weggeërodeerd en zo. Dus die paar plukjes die we over hebben, daar is één stukje in het centrum van Zuid-Amerika, één stukje in Australië. Je hebt in Siberië heb je nog een plukje van die echte oude kratons. Vandaar dat mijn stukje Australië mij zo dierbaar is, want het is echt een stukje oerwereld, zou je kunnen zeggen. Nou, wat voor leven was er toen? Stromatolieten, zo noemen we die voorkomens tegenwoordig, ze bestaan nog. Heel bijzonder. In Australië zijn er een paar plekjes waar dit dus nog leeft. En dat zijn eencellige organismen die kalk invangen. Die maken allemaal kleine bandjes. En dat groeit. En in de meantime produceren ze dus zuurstof. Nou, iets anders wat je in die zeeën tegenkomt, dat is zoiets als dit. Dickinsonia. Ja, we weten niet precies wat het is geweest. Het is een plat schijfje. Het is niet hard geweest, het is een beetje kwalletje geweest of zo, wat daar gewoon op de bodem heeft liggen. En eigenlijk gebeurde er in die miljard jaar, of eigenlijk meer, want we weten nu dat het leven al zo'n 3,2 miljard jaar geleden of iets in die geest is ontstaan als eencellige. In die eerste lange periode gebeurde er heel weinig. Er was wel wat evolutie, maar iedereen was gewoon een beetje aan het rondliggen en drijven. Maar toen kreeg je het Cambrium. Boom. Cambrische explosie. Nou, dan zitten we pak een beet rond de 540, 539 miljoen jaar in de geschiedenis. En toen zag je ineens een heleboel levensvormen op aarde ontstaan, waaronder dit soort bizarre beesten. En ik heb daar een fossieltje van meegenomen. Dit zijn trilobieten. Het is een soort kakkerlak, zou je kunnen zeggen, maar wel heel high-tech, want deze beesten hadden prachtige oogjes met facetten, net als muggen en vliegen. En die waren de heren en meesters, de dames en de koninginnen van de zee. En nu is de vraag geweest, en bijvoorbeeld Darwin, Charles Darwin, die zat er echt mee in zijn maag. Zo van, hoe kan het nou in vredesnaam, dat je miljarden jaren gebeurt er eigenlijk bijna niks en dan ineens, pats, boom, heb je een enorme rijkdom. En wat we nu denken, en dat vind ik wel een hele bijzondere gedachte eigenlijk, dat vind ik wel leuk om daar aanhanger van te worden en te blijven. Op een gegeven moment gingen bepaalde organismen anderen eten. Je kreeg roofdieren. En dat triggert de prooi om zich te gaan beschermen. Dus je krijgt schelpjes en pansers, bescherming. Je gaat onder de grond zitten in plaats van dat je op het oppervlak blijft.
En even goed rekening mee houden, alles gebeurde nog in zee. Want wat er op het land was, dat was niet bewoonbaar. Je had verschrikkelijke omstandigheden, ook straling van de zon die dodelijk was in feite. Dus alles gebeurde in zee. Nou, ga even wat sneller, het Ordovicium, volgende periode. Nou, kwallen, graptolieten, ook van die bizarre beesten die niet meer bestaan. Die leven in een soort kammetje eigenlijk, wat dan ronddrijft in de zee. En kijk, wij kunnen een vlaggetje prikken. Want Nederland, en dus Utrecht, lag toentertijd ver ten zuiden van de Evenaar. En ik noemde Argentinië, nou we lagen niet precies op de plek van Argentinië, maar we lagen wel op de breedtegraad van Argentinië. Dus we hebben als ondergrond van Nederland, ik zeg steeds we, want wij waren er natuurlijk niet, maar het is wel grappig om je dat even voor te stellen, een reis gemaakt, niet alleen door de tijd, maar vanaf deze locatie tot ver in het noorden. Volgende periode, het Siluur erachteraan. Nou, het leven werd steeds ingewikkelder en steeds meer bijzonder eigenlijk. Dit zijn een soort pijlinktvissen waar we de schelpen, of althans de skeletresten eigenlijk nog terug kunnen vinden. Want ook in Nederland in de ondergrond zijn er fossielen gevonden die er dus op wijzen dat de zee in de buurt van waar Nederland dus lag op dat moment er zo uitzag. Gaan weer een ettelijke miljoenen jaren verder, het Devoon. Toen kreeg je het samenklonteren eigenlijk van die kleine continentjes tot iets wat een wat groter continent werd. Wederom zee met van alles en nog wat erin gebeurde, waaronder de ontwikkeling van vissen met kaken. Want alles wat daarvoor zat in zee, aan gewervelde dieren, hadden geen kaken. Dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, wat is daar nou belangrijk aan? Deze dames en heren, die hebben ertoe geleid dat op een gegeven moment je leven hebt gekregen op het land. Dus dit zijn onze voorouders, soort van. Het is een beetje maf om je dat voor te stellen, maar de ontwikkeling van die kaken is een hele belangrijke ontwikkeling geweest in de evolutie van het leven. Nou, en toen lagen we in het Carboon en nu zijn we weer een heel stuk verder in de tijd, op de Evenaar. En dit is een plaatje van Nederland van toen. Uitgestrekte moerasbossen met magistrale bomen. En er komt weer een steentje, dit is de bast van zo'n boom. Dit is een schubboom, daar hebben allemaal blaadjes aan gezeten terwijl die aan het groeien was. En al dat organisch materiaal dat is in die moerassen is dat bewaard gebleven. En dat organisch materiaal dat hebben we dus kunnen winnen als steenkool. Maar wat ook wel interessant is en op dit moment een groot discussiepunt. Die moerassen die er toen waren, kijk en hier is het plaatje van Nederland van nu, die vooral in het noorden van Nederland dus onder de grond aanwezig zijn, die werden op een gegeven moment afgedekt door een laag met zand en daarna een laag met zout. Nou, dat zout dat komen we zo meteen tegen, dat is uit de volgende periode. Maar wat hebben we dan? Een laag met materiaal waar behoorlijk wat organisch materiaal in zit, dat zijn al die plantenresten. Dat werd lekker gebakken onder de grond. Daar kwamen dus olierestjes, maar ook gas uit. Dat gas dat kwam in die zandsteen terecht en werd netjes door dat zout afgedekt. Een soort kurk op de fles. En de Nederlandse aardoliemaatschappij die maakt daar natuurlijk gretig gebruik van. En wij ook, want wij branden dat lekker op in onze kachels. Nou, helaas weten we dus nu ook, als het gas eruit haalt, dan gaat het in elkaar zakken. En daar zijn ze in Groningen helemaal niet happy mee. Want zo zag Nederland er in het Perm uit. De periode die dus na die periode met die enorme moerasbossen kwam. Beetje langs de kant van een grote binnenzee. Waarbij je dus pakketten kreeg van zout. En wat gebeurt er hier? De zee komt binnen,
dampt eigenlijk leeg. En dan heb je een pakketje met zout. En dan na verloop van tijd dan krijg je weer een, wat ze dan een transgressie noemen. Dan komt het zeewater weer binnen enzovoort, 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 enzovoort. En dan krijg je dus een gelaagd pakket met zout, wat op bepaalde plekken dus 1500, misschien zelfs wel 2000 meter dik is geworden. Wij strooien dat ook op onze eitjes. Want het aardige van dat zout is, het lost op. En op verschillende plekken in de bodem van Nederland, in de ondergrond van Nederland, daar heb je van die bijzondere uitgevloeide zoutbergen ondergrond, zou je kunnen zeggen. Ze noemen dat diapieren, met een mooi woord. En daar prik je een gaatje in, injecteer je warm water, het zout lost op. Je trekt het water omhoog, je laat het weer uitkristalliseren. En dan kun je er dus van alles nog wat mee doen. Het wordt in de chemische processen gebruikt, maar ook in het jozovaatje. Nou, en dit geeft een beeld van hoe het kaartbeeld van Nederland er toen uitzag. Je had hier land en dit hier, noordelijk deel van Nederland, van die uitgestrekte zoutvlaktes waar die zoutpakketten dus ontstaan zijn, die het gas onder de grond hebben gehouden en ons in feite de optie hebben gegeven om zout uit de ondergrond te winnen. Nou, we gaan het Trias in en op het randje van de Perm en de Triasperiode is er iets dramatisch gebeurd. Ik ga er volgende maand in de Oostbroeklezing, ga ik er even bij stilstaan. Ik wil er vandaag niet te veel tijd aan besteden. Maar toen is meer dan 75% van alle soorten op aarde is verdwenen. En dat is een paar keer gebeurd. Geschiedenis van het leven is niet lekker. Er was eerst een klein beestje en dat werd steeds ingewikkelder. En uiteindelijk hebben we de aarde van nu. Nee, het was opkomst, bam. Verandering, bam. Weer een nieuwe ecologie, bam. Toen stond de ecologie eigenlijk open voor het ontstaan van hele andere levensvormen. En toen kregen we dus die beesten die onze kinderen zo leuk vinden. En waar we allerlei pretparken en zo mee volstoppen. De dinosauriërs. Nou, om even een beeld te geven van hoeveel er verandert in die ondergrond. En hoe complex dat geologische verhaal is. Kaartjes uit het vroeg-trias, midden-trias en laat-trias. Een zee ten noorden van Nederland, toen Nederland helemaal onder water. Toen was het weer land met ontstaan van rivieren. Dus het ontrafelen van het hele geologische verhaal, dat is best een complex verhaal. En dat is redelijk goed is dat uitgespit, dus vandaar dat we deze verhalen ook kunnen vertellen. Volgende periode, Jura. En een vulkaan. Vulkanisme, Nederland. Hoezo? Tijdens gasboringen ten zuiden van Vlieland is er ondergronds, best wel diep, kilometertje of twee of zo, is er een duidelijk restant van een vulkaan gevonden. En dat is een vulkaan die dus actief is geweest op die plek, want Nederland lag toen al een stuk noordelijker. En seismisch gezien spookte het daar een beetje. Want er waren allerlei veranderingen. Afrika was die kant op aan het bewegen. Middellandse zeegebied, dat begon dichtgedrukt te raken. Noordelijke Atlantische Oceaan begon open te breken. En die plaatbeweging heeft er dus toe geleid dat er vulkanische activiteit was op de plek waar Nederland toen lag. En die vulkanische activiteit die komen dus tegen als een begraven fossiele vulkaan. De Zuidwalvulkaan, ook wel een mooi verhaal. Nou, wat voorbeelden wat er toen op aarde aan het rondzwemmen en wandelen was. Dit is een mooie tekening van een fossiel van een plesiosaurus. En dat is dus een marien levend saurier eigenlijk. Ik zeg niet reptiel, want eigenlijk waren dat het niet. Deze dieren waren complexer dan reptielen. Van veel dinosaurussen hebben we op dit moment ook een vrij goed idee dat ze bijvoorbeeld semi-warmbloedig waren. Dus dat het niet zoiets was als een leguaan die eerst even in de zon moet gaan liggen voordat hij kan bewegen. Maar die beesten die konden dus gewoon 's ochtends opstaan en wegwandelen. Nou, dit is een heel mooi fossiel dat is gevonden in lithografische kalksteengroeves in Duitsland. Daar werden van die kalkplaatjes gewonnen, waar ze de drukplaten mee maakten eigenlijk voor de boekdruk toen. En daar kwam Archaeopteryx kwam daar naar boven.
En dat is een bijzonder fossiel. Sorry? Hoe groot is dat? Het is niet heel groot. Het is ongeveer zo'n beestje geweest. Ja. Heel bijzonder, want het beestje, dat kun je niet goed zien op dit verhaal, maar het beest heeft tanden. Dus het is geen vogel. Het beest heeft ook een staart met potjes erin. Dat hebben vogels ook niet. Maar het beest heeft veren. Dus dit is zo'n bijzondere, je zou bijna kunnen zeggen, een experiment geweest van de natuur. Dit is niet de voorouder van de huidige vogels. Dit is één lijntje en die heeft het verder niet gered. Maar ja, er werd in feite in de natuur werd er geëxperimenteerd. Er ontstonden allerlei levensvormen en sommige redden het en andere redden het niet. Wat er bijvoorbeeld ook ontstond, en ik heb nu een kleintje meegenomen, maar ze hebben ze in dit formaat gevonden. Dat zijn ammonieten. Nou, dit lijkt op een schelpje, maar wat hierin zat, is een klein inktvisje. En die inktvisjes, die maakten kamertjes. Dus het is niet een slak, zoals we dat gewend zijn, maar het is een gekamerd schelpje. En deze zijn extreem soortenrijk geworden. En dat is voor een geoloog is dat heerlijk, want we kunnen op een gegeven moment van al die soorten kunnen we de ouderdom bepalen. En als je dus in een bepaald stuk steen zo'n ammonietje vindt en weet welke soort het is, dat kunt determineren. Weet je ook hoe oud dat gesteente is. Deze beestjes die zijn super geweest. Die konden vanwege die kamertjes konden ze ook hun positie eigenlijk in het zeewater bepalen. Als je water in de kamertjes liet binnenstromen, dan zakte je. En als je er gas in pompte, dan ging je de lucht weer in. Het krijt, volgende periode. Het einde van het Mesozoïcum is een lange periode geweest trouwens. Nou, Nederland, waar het toen lag, was zee. En dat was wel heel leuk, want in die zee leefde dit schatje. Metertje of 7. En ja, daar vind je de tanden van terug. En er zijn dus ook een aantal complete skeletten van gevonden. En een van die skeletten, die ligt tot mijn grote chagrijn, ligt die in Frankrijk. Komt uit de Sint-Pietersberg, dus eigenlijk is die van ons. Ja. Maar goed, dit is dus, dat zijn tanden van de maashagedis, oftewel de Mosasaurus. En ja, als je die vindt, dan krijg je dus ook een duidelijk idee van wat de omstandigheden waren op de plek waar Nederland toen lag. En toen weer, pats, boem, knal, dreun, einde van het krijt, ging het helemaal verkeerd. Want aan het einde van het krijt gebeurde er wederom iets dramatisch. Daar ga ik wel even wat bij stilstaan, maar ik ga eerst nog even laten zien hoe het oppervlak van het land eruit zag. Begin van het krijt, landtongen met ja, een soort binnenwateren daartussen. Laat krijt, die zee. Nou ja, dat zien we dus, want we vinden die Mosasaurus restanten vinden we. Wat er elders op de wereld is gevonden, vind ik ook wel een leuk verhaal wat ik even wil meegeven. Daar staan we niet te veel bij stil, maar moet je kijken wat een maffe beesten. Dit is een reconstructie van dat fossiel. Dat is dus weer zo'n experiment geweest van de natuur. Waarbij je een vliegende saurier hebt gekregen, maar die had niet alleen vleugels op de plek waar je ze zou verwachten, maar ook vleugels aan zijn achterpoten. En om even jullie beeld van dinosaurussen helemaal kapot te maken, kan je het voorstellen. Dus het neefje van de Tyrannosaurus Rex, dat is dus die grote brullende die in Jurassic Park films en zo iedereen verslindt. Dat neefje is gevonden, althans resten daarvan, in afzettingen in China met veren. Dus dat hele beeld van die brullende, dat brullende enge beest met die grote tanden, dat wordt eigenlijk een soort pino met veertjes. En het geinige is dat we inmiddels ook een duidelijk idee hebben dat die veren niet zijn ontstaan in eerste instantie om mee te vliegen. Dat kwam later pas. Die veren zijn ontstaan deels als isolatie, maar in feite deels ook om de dames te versieren. Precies wat een pauw doet. Want inmiddels zijn er dus ook fossielen bekend van dino's met veren, waarin je duidelijk ziet dat die veren allerlei mooie kleuren hebben gehad. Heel bijzonder.
Nou, nog even een beeld van de Mosasaurus, want dat is toch wel een beetje ons beest, vind ik. Vandaar dat die Fransen hem snel terug moeten geven. En duidelijk wel een rover, als je naar die tanden ook kijkt. Dit is een roofdier die ja, de schrik is geweest van de zee toen de tijd, zou je kunnen zeggen. Nou, het einde van het krijt stierf dat hele handeltje stierf uit. De dino's weg, de ammonieten weg, de belemnieten weg, een soort pijlinktvissen. En hier heb ik dan een soort intern skeletje van pijlinktvissen, die werden soms ook heel groot. En jarenlang is het verhaal geweest van, ja, hoe? Hoe kan dat? En het waren niet alleen de grote dieren, maar ook het kleine grut wat verdween. Totdat papa en zoon Alvarez onderzoek zijn gaan doen in Italië. Dit was zoon Lief en zoon Lief die had aspiraties om een belangrijke geoloog te worden. Dat is hem aardig gelukt. Papa was chemicus. En zoon Lief die was werkzaam in een gebied in Italië waar je gesteentelagen hebt die heel fossielrijk zijn. En dan heb je een duidelijke grens en daarboven zit bijna niets. Er zit wel wat, maar nog een paar soorten maar. En dan hebben we het over hele kleine fossielen. Dus fossielen van ja, wat ze dan foraminiferen noemen, diatomeeën en dat soort beesten. Dus zoon Lief die zat met een dilemma van wat gebeurt hier nou? Is dit een sprong in de tijd? Dat kan natuurlijk. Dat er gewoon een tijd niks is gebeurd of zo. Of dat er ook erosie is geweest, dat kan. En het was hem opgevallen dat er een klein laagje met klei tussenin zat. Dus zo'n Lief die dacht van weet je wat, ik ga dat kleilaagje ga ik door papa laten analyseren. Want hij had het briljante idee van als het een lange tijd is geweest dat er niks is gebeurd, dan verwacht ik dat er in dat kleilaagje best wel veel iridium zit. Want iridium dat komt uit de ruimte op de aarde neerdalen eigenlijk. Alle vallende sterretjes zoals we die noemen, daar, of een aantal daarvan, daar zit iridium in. Dus hij had zo'n idee van nou, als er dan veel iridium in zit, dan zou dat een indicatie kunnen zijn dat dat een flink gat in de tijd is. Nou, paps deed zijn experiment en die schrok zich dood. Deed het nog een keer, schrok zich weer dood en deed het voor de derde keer. En ging toen terug naar zoontje Lief. Zo van, ja, er zit iridium in, maar belachelijk veel. Nou, en dat verhaal, dat is een heel eigen leven gaan leiden. En dat heeft ertoe geleid dat we op dit moment, ik mag wel zeggen, zeker weten dat de aarde is geraakt door een flinke meteoriet. Met een doorsnee van een kilometertje of 10. We mogen daar in Nederland ook in meegenieten, want in Groeves, in het zuiden van het land, daar heb je de grens ook. Dat is dat fameuze kleilaagje. Er is onderzoek gedaan in het schiereiland van Yucatan. Daar is dit het noordelijkste stukje van. En er zijn allerlei bewijzen uitgekomen, en ik ga er voor de rest niet op in, nou, want dat kost iets te veel tijd. Maar waarvan wij zeker weten van, joh, er is inderdaad iets naar beneden komen duvelen met een behoorlijke snelheid. Heeft dus een dramatische dreun gegeven. Er is heel veel stof in de atmosfeer gekomen. En het interessante was, er is nu nog een verhaaltje bijgekomen in India. Wat prak een beet aan de andere kant van de aarde ligt. Daar was al vrij veel vulkanische activiteit. Maar net op hetzelfde moment, net alsof die dreun gewoon een extra boost gaf, ontstond er nog meer vulkanisme. Dus je had dat drama, gecombineerd met heel veel zwaveldioxide en CO2, wat door dat vulkanisme werd uitgestoten. Dus die aarde die kwam in een soort arctische winter terecht, in een hele korte tijd. Het heeft ook niet zo lang geduurd, misschien een paar honderd jaar of zo. Maar het was voldoende om de dino's de das om te doen, om de samenstelling van de zee te veranderen en zo. Dus het heeft behoorlijk wat soorten laten uitsterven. Nou, waarom sta ik er even bij stil? Als dit niet was gebeurd, waren wij er niet geweest. Dan had ik als dinosaurus jullie dit verhaal verteld, terwijl jullie allemaal... Goed. Nou, dan gaan we even de laatste periode doorracen. We hebben het Paleoceen. Ook weer een zee. Nederland is altijd een beetje nat geweest. Ja? De meteorieteninslag, is dat toen ook een tijd
tijd geweest dat er zoveel stof rond de aarde was dat er nauwelijks licht van de zon. Dat klopt, ja. Ja, je krijgt in feite... Nog een keer vragen, dan hoort de rest er thuis ook. Ja, ik vroeg me dus af of dat ook een periode is geweest waardoor door die meteoriet zoveel stof is ontstaan dat er nauwelijks licht van de zon afkwam. En dus ook bijna geen leven meer mogelijk was. Ja. Je krijgt in feite een aantal zaken. Het wordt donker natuurlijk. De zonintensiteit bereikt de aarde niet meer, maar daardoor koelt het dus ook heel snel af. En die combinatie van die twee, dat was het einde. Wat we zeker weten is dat het niet van de een op de andere dag was. Want je ziet toch wel dat je in de gesteentes daarna nog een aantal duizenden jaren wat fossiele botten van dino's vindt. Maar die hadden geen leuk leven. En toch is het zo dat er nog wel wat leven overgebleven is. Ja. Ondanks dat het heel donker is. Mag ik dan aannemen dat diep in de zee is geweest of zo? Niet noodzakelijkerwijs. Want in feite heb ik net iets gezegd wat helemaal niet waar is. De dino's zijn niet uitgestorven. Zijn er vogelaars in de zaal? Er is één lijn die dus direct gerelateerd is aan de dino-periode in feite, die het wel overleefd heeft, en dat zijn de vogels. En daarnaast een aantal soorten in zee, maar vooral soorten op het land die in plekjes leefden waar er wel wat voedsel was, wel wat resources waren, of over het algemeen waren ze wat kleiner en zo, die hebben het wel overleefd. Waaronder dus kleine, beetje knaagdiertjes en zo. Nou ja, die hebben er 66 miljoen jaar over gedaan om mensen te worden. Even kijken, Paleocene, wat ik al zei, het is wederom een beetje vochtig geweest, maar wel warm. Want langs de kust her en der mangrovenbossen. We lagen al vrij ver noord van de evenaar. Maar nog steeds temperaturen die een beetje tropisch waren. En dat zie je eigenlijk in de geschiedenis van de aarde, zie je dat het meest. Die ijskappen aan de Noord- en de Zuidpool is niet normaal. Dat is maar af en toe dat voorkwam. Nou, daar heb je de mangrovenbossen, Eoceen, toen werd het nog even een tikkie warmer. Waarschijnlijk ook omdat er vrij veel CO2 in de lucht was. Met lagunes, met haaien en roggen en al dat soort beesten. Dus dan hoefde hij niet op vakantie naar Curaçao bijvoorbeeld. Dat was gewoon hier. Ook in dat Eoceen is er behoorlijk wat fluctuatie geweest, klimatologisch gezien. Maar goed, moerasbossen. En daarvan vinden we dus nog resten terug. Waaronder bijvoorbeeld oesters. Waarvan je kunt zien dat ze aan een mangrove wortel vastgezeten hebben. Volgende periode, Oligoceen. Nou, het was nog steeds nat, blijft nat. Met haaien. Haaien, daar vinden we de haaientanden van terug. Want die fossiliseren goed. Daar het plaatje. Het Mioceen. Ook weer veel zeeleven wat wij terugvinden in die geschiedenis. En dan dit maffe plaatje, het Mioceen. Merendeel van Nederland onder water, maar hier wederom moerasachtige omstandigheden met tapirs. Dan kun je afvragen, van hoe kom je daar nou op? Nou, er is een tand gevonden van een tapir in de ondergrond van Nederland. Dan het Plioceen, we zijn er bijna, want we moeten nog een ijstijd krijgen. Ook weer zeeomstandigheden met hier dan die moerasbossen, die we trouwens terugvinden als bruinkool in Duitsland. Dat wordt daar gewonnen, nog steeds. En dan het Pleistoceen, aapachtige. En toen begon de aarde langzaam af te koelen. En dat is voor het verhaal van Utrecht belangrijk. Eerst zee, minder zee. En toen in het Salien, dus ongeveer 150.000 jaar geleden, een enorme plak met ijs die doordrong tot Utrecht. Weer even een
wat warmere perioden, nijlpaarden en dat soort beesten hebben hier rondgewandeld. Maar dit is wat dat ijs dus heeft gedaan, die 150.000 jaar geleden. Nou, ik ga zo meteen nog even inzoomen op Utrecht, want ik had jullie de Dom beloofd. Wat speciaal reden dat het ijs zo ontstond in die periode? Het is een combinatie eigenlijk. En weet je, laten we dit even tot de vragenronde bewaren, want anders dan ga ik over mijn tijd heen. Hou me even vast. Dat ijs, dat drukte gesteente lagen die aanwezig waren, maar ook losser materiaal, drukte dat weg. En in de tijd had je permafrost. Dus de bovenste laag van de bodem was bevroren. Dus wat je dan kreeg, eigenlijk het opbreken van die permafrost in plakjes. En die ijsmassa die schoof die plakjes voor zich uit en dan ook naar de zijkanten weg. En als je naar de Utrechtse heuvelrug gaat, sta je er bovenop. Dat zijn die mooie vormen die wij in het landschap terug kunnen herkennen. Nou, dit is een 3D-beeld van het landschap. Dit is de Utrechtse Heuvelrug, dit is de Veluwe. En je kunt precies zien waar dat ijs heeft gelegen. Het voorste randje van het ijs is er niet meer. Van die afzettingen, want die rivier, die Oude Rijn, die heeft dat weggeknabbeld. Dus bij de Grebbeberg kun je heel duidelijk een mooie steile wand zien in feite vanwege het feit dat het rivierwater het puntje eraf geknabbeld heeft. Maar dit geeft een prachtig beeld van hoe in feite die gletsjers en die ijsstromen in de tijd gelopen hebben. En daarom hebben wij die prachtige Utrechtse Heuvelrug. Die in feite van alles en nog wat in ons landschap en in de ondergrond aan het beïnvloeden is. Nou, nog even wat voorbeelden van het laatste Pleistoceen. Eerst nattere omstandigheden, maar aan het einde daarvan droog, woestijn. En op die woestijn blies de wind, het zand eigenlijk, wat vanuit de Noordzee, die er toen niet was, die lag droog, aangevoerd werd. En dat potje zand, dat is net rondgegaan. Dat zand, dat kwam dus helemaal uit het noorden. En werd in deze periode werd het lekker rondgeblazen, tot de dekzanden die we in feite in Nederland kennen. We kunnen ook in het landschap, en toen ze bijvoorbeeld Noordoostpolder droog lieten vallen, zwerfkeien vinden. Uit het noorden, uit Nederland. Een paar honderd kilometer afgelegd. Daar hebben we ook een prachtig monument van gemaakt, bij Maren. Dit is toen het net klaar was. En er zijn alle zwerfkeien die dus gevonden zijn in die zandafgravingen, zijn daar netjes gegroepeerd op plek waar ze vandaan kwamen. Nou, en dan het laatste verhaaltje, de laatste periode, het Holoceen. Toen de mens, Homo sapiens, echt zijn ding begon te doen. En toen zijn wij het landschap dramatisch gaan veranderen. 9000 jaar geleden was Nederland dit. En toen, de laatste 2000 jaar of zoiets, veen werd bedekt, rivieren deden een ding. Her en der vielen er wat watergaten. Nederland begon onder water te komen, dat vonden we niet leuk, dus daar gingen we wat aan doen. We gingen ook gebieden gingen we droogmalen. En uiteindelijk hebben we er ook overal steden bovenop gebouwd. En dat is Nederland nu. En nu is helemaal de vraag van, hoe gaat dat in de toekomst worden? Nou, ik ga even met twee plaatjes eindigen, heel snel als het nog mag. Die Utrechtse Heuvelrug, die heeft dus in het landschap heeft hij een bepaalde mooie vorm en vertelt het verhaal van de geschiedenis. Maar het is ook een heel bijzonder element, want regenwater wordt daarin gefilterd en dringt door in de gesteente massa's, de sedimentmassa's. Het is geen gesteente, het is los materiaal eigenlijk, daaromheen. Nou, als je de kraan opentrekt in Utrecht, dan drink je dus in feite water wat via de Utrechtse Heuvelrug is gefiltreerd en in dat landschap om ons heen penetreert, zodat we het eruit kunnen trekken. Dat kan nog, maar het wordt... Dat kan honderden jaren zijn. Ja, van bepaalde stromen weten ze dat een beetje. Het varieert een beetje in waar het doorheen loopt, zal ik maar zeggen. Sommige pakketten zijn sneller dan andere pakketten. Maar het is toch wel een belangrijke, lange periode. Ja.
En als we dan de ondergrond van Utrecht bekijken, hebben we een heleboel uitdagingen. We willen er van alles mee. We gaan gaten graven, we gaan heet water oppompen, erin pompen. We hebben vervuiling, we willen dat grondwater enzovoort. Dus hoe gaat onze prachtige stad met de Dom en natuurlijk de rest van de provincie in de toekomst om met dat mooie geologische verhaal? En hoeveel invloed gaan wij daarop hebben? Dat gaat de vraag worden. En de belangrijkste vraag wordt natuurlijk: kunnen we dat duurzaam maken? Nou, ik heb nog één, ga ik weer de verkeerde kant op, één slide met een aantal leuke links. En kan in principe dit met iedereen delen. Ik denk dat Gert dat ook wel gaat doen. Want we hebben aardkundige monumenten officieel vastgesteld. En in feite zitten jullie op dit moment vlakbij zo'n monument. Want bij Oostbroek hebben we dus een uitgegraven meander van de Kromme Rijn. Wat dus ook weer zo'n stukje geschiedenis is en een verhaal vertelt over hoe rivieren zich hebben gedragen in dat landschap en wat ze hebben achtergelaten. Nou, ik heb het helaas net niet gehaald. Ik ben over die drie kwartieren heen gewipt, want een miljard jaar is toch best wel veel. Maar ik hoop dat dit verhaal in ieder geval duidelijk en vooral inspirerend was om wat beter om ons heen te gaan kijken. Dankjewel voor deze inspirerende presentatie. We hebben nog even tijd voor een aantal vragen uit de zaal. Als je een vraag hebt, steek dan even je vinger op. Kom ik met de microfoon bij en dan kunnen de mensen thuis het ook horen. Ja. Ik heb begrepen dat mensen thuis een beetje moeite hadden soms met de stream. Ligt niet aan jou. Dus die gaan we heel snel online zetten. Daar gaan we jullie over berichten wanneer dat is. U had een vraag daar, meneer. U had een aantal plaatjes van hoe het onder Utrecht eruit zag. En, dat ging zo diep als het carboon. Ik vroeg me af, gaat het nog verder? Weten we het gaat het verder. Het gaat natuurlijk verder, ja. Maar weten we ook daadwerkelijk aan metingen wat daar zit? Het lastige is dat hoe dieper je komt, hoe moeilijker het is om erbij te komen. En het heeft natuurlijk ook niet zo gek veel zin om enorm veel geld uit te gaan geven voor een boring, terwijl je in de landen om je heen allerlei informatie aan de oppervlakte hebt liggen. Dus een heleboel informatie van zaken waarvan we zeker weten dat het in de ondergrond van Utrecht aanwezig is, komt in feite uit België en uit Duitsland. Dat gezegd hebbende, we zijn op verschillende plekken natuurlijk wel aardig diep gekomen. Want ja, de NAM die boort op meer dan 3 kilometer diepte naar gas. En er zijn op verschillende andere plekken zijn ook onderzoeken geweest. Dus we hebben een vrij goed beeld van wat er in die ondergrond gebeurt. Wat ook gedaan is, en dat is best wel een bijzondere technologie eigenlijk. Je kunt met trillingen, met seismiek, in feite laat je een bommetje ontploffen, waardoor je trillingsgolven krijgt die de ondergrond induiken en dan gaat reflecteren op grenzen tussen lagen, kun je beeld krijgen van hoe de ondergrond eruit ziet. En dat kan tot best wel diep doordringen. En natuurlijk hebben we al honderden jaren aan geologisch onderzoek en vooral de laatste pak een beetje 100 jaar is het echt wel steeds meer high-tech geworden. En een geoloog wil zoveel mogelijk weten, dus die gaat echt all the way om te onderzoeken wat daar gebeurt. Dus we hebben een goed beeld. Uw vraag. Ja. Ja, ik vroeg me af, die laatste ijstijd die bepalend is geweest voor Utrecht, is er bekend waarom die ontstaan is? Ja. Nou, ik zal even plaatjes niet zo heel relevant, maar het is toch leuk om hem weer even terug te leggen. Het is een Rus, die is flink gaan nadenken over hoe zouden die ijstijden getriggerd kunnen worden. Nou, de samenstelling van de atmosfeer speelt een rol. Als je veel of weinig CO2 hebt, dan is het warmer of kouder. Ja, dat weten we nu echt allemaal wel. Maar wat er ook meespeelt is, en dat is de heer maar ik ben even zijn naam kwijt. Echt een Russische naam, kom er zo wel op. Milankovic, juist, die. Die heeft in feite een aantal elementen benoemd die hoogstwaarschijnlijk van invloed zijn. Kijk, de zon is bijvoorbeeld niet altijd op dezelfde manier bezig. Die heeft actievere en minder actievere fases. Nou, dat speelt een rol. De aarde, die draait niet een mooi rondje om de zon, maar dat is een beetje ellipsvormig. En soms is die ellips wat langgerekter en soms wat ronder. De aarde staat ook een beetje scheef. En dat asje, dat hobbelt een beetje. En dat heeft in de loop der tijd heeft dat ook wel een beetje dat gedaan. Ja, er zit een bepaalde
cyclus in feite. Nou, dat hele verhaal bij elkaar, al die verschillende cycli die maken dat je op een gegeven moment klimatologische veranderingen krijgt. En heeft ons dus ook best wel een goede indicatie gegeven dat we op een gegeven moment weer, en dat is niet eens zo lang in de toekomst, weer een ijstijd gaan krijgen, een glaciale periode. Meningen zijn een beetje verdeeld, maar tussen de 8 en de 11.000 jaar. Ja. Dus het gaat vrij snel. Ja. We gaan het niet meemaken, maar net niet. Maar dat zijn de verschillende elementen. Ja. Het is ook wel interessant om even te realiseren, op het moment wat je bijvoorbeeld Pangea had, dat grote supercontinent, dat de klimatologische omstandigheden op aarde volstrekt anders waren. Vanwege het feit dat zo'n groot continent snel opwarmt, maar ook snel afkoelt. En dat die zeestroming daaromheen hele andere dingen doet dan bijvoorbeeld nu. En wat nu een concern is, wij krijgen heerlijk warm tropisch water, wat in het Caribisch gebied eigenlijk een rondje trekt en dan via de golfstroom naar het noorden wordt getransporteerd. Wat bij IJsland zo'n beetje de diepte induikt en dan weer teruggaat richting de evenaar. Als die Gulfstream zou ophouden vanwege opwarming van de aarde, dan krijgen we hier een ijstijd. Omdat wij dus genieten in feite van redelijk warm Noordzeewater, wat dus opgewarmd wordt door ja, het Caribisch gebied, zou je kunnen zeggen. Ja, nog meer vragen? Ben ik zo verstaan? Nee, niet voor de mensen thuis. Voor de mensen thuis. Ik zag op een van uw kaartjes ook een vulkaantekentje bij in de Krimpener Waard. Mm-hmm. Ja, het is bij benadering. Maar er zijn verschillende periodes geweest in de geschiedenis waarbij vulkanisme een bepaalde rol heeft gespeeld. En dan vind je, kijk, in het geval van Vlieland weten we zeker dat het een vulkaan was. Maar er zijn op verschillende plekken zijn er ook lagen met vulkanische tuffen en as gevonden in de ondergrond. En dan weet je niet precies waar die vulkaan heeft gelegen, maar dan heb je wel een indicatie dat er vulkanisme is geweest. Nou ja, en dan voor dit soort verhalen plak je ergens een leuk tekentje neer, maar zo moet je dat zien. Ja. Nog meer vragen? Nee, dan stoppen we even en dan ga ik nog even wat zwerfstenen langs laten gaan. Rond zwervende zwerfstenen, ja. Nee, jullie hebben net een stuk graniet gekregen, dat beetje rozige materiaal, dat komt dus uit Zweden. Dit is gneis, sorry. En gneis, dat is eigenlijk in dit geval graniet wat onder vrij hoge druk en temperatuur is samengedrukt en waarbij een bepaalde richting is ontstaan, een soort rekristallisatie. En dan moet je dus voorstellen wat er allemaal met zoiets gebeurt. Dit zijn dus gesteentes die vrij diep, echt kilometers diep onder het aardoppervlak, zijn hard geworden uit magma. En dat heeft een behoorlijke lange tijd gekost. Daardoor krijg je dus ook kristalletjes, kristalvorming. Dat hele verhaal dat is dus opgeheven. En al die kilometers aan materiaal wat er bovenop heeft gelegen, is in die miljoenen jaren eraf geërodeerd, totdat je uiteindelijk in Zweden gesteente aan kunt raken, wat oorspronkelijk dus op een kilometer of 8-9 onder het maaiveld eigenlijk is ontstaan. En hoe lang geleden? Dit heeft een ouderdom van, nou, dat is zeker wel een 1,5 miljard jaar, denk ik. Ja. Dit is gabbro, dat is ook zo'n dieptegesteente. En hier zitten vrij veel metaalhoudende mineralen in. En je merkt het ook wel, want het heeft een stuk hoger gewicht als wat er net langs ging. Nou, en dan als laatste, die is niet zo heel interessant, is wel leuk om even vast te houden natuurlijk, maar dit is vuursteen. Nou, vuursteen, daar hebben onze voorouders in feite driftig gebruik van gemaakt om allerlei gereedschappen mee te maken. Vuursteen is ontstaan uit het rekristalliseren van silica skeletjes van beestjes die ingevangen werden in kalksteenlagen eigenlijk. En dat ging dan ook weer rekristalliseren, een heel ingewikkeld proces, we begrijpen het nog steeds niet helemaal. Maar het heeft dus een heel hard gesteente opgeleverd, wat in feite een beetje amorf is qua richting. Dus als je er een tik tegenaan geeft, dan breekt het niet via een netjes richting, maar je krijgt zo'n soort schelpachtige breuk, waardoor je dus mega scherpe randjes overhoudt. En daar kun je dus prachtig pijlpunten, messen en de hele mikmak van maken.
Nou, dit inspireert mij. Ik loop continu stenen op te rapen. Tot grote wanhoop eigenlijk van mijn vrouw onder andere. Want langzaam maar zeker begint dat huis weer vol te stromen. Ik heb mijn vorige collectie op Curaçao achtergelaten. Dus ik begin opnieuw. En wat ik eigenlijk hoop is dat dit soort verhalen iedereen gaat inspireren om, nou ja, misschien niet de gesteentes allemaal te gaan verzamelen, maar om naar een steen te kijken met een andere blik. Dat is geschiedenis, dat is een boekje. En het ontrafelen van het verhaal, dat is wat geologie in mijn optiek heel sexy maakt. Dankjewel, Leon. Ja. Heel erg bedankt voor deze boeiende presentatie. Wij gaan heel snel deze presentatie online zetten. Zodat ook de mensen die misschien een deel gemist hebben het hele verhaal kunnen zien. Of misschien nog een keertje. Want het is echt ontzettend interessant. Wij zijn er weer laatste donderdag van oktober. Met collega Wouter. Die een, laat zien eigenlijk welke sporen er uit de Tweede Wereldoorlog nog te vinden zijn in de Utrechtse bodem. En dat is ongelooflijk veel. Loopgraven, bomkraters, duizenden zelfs. Dus schrijf je daarvoor in als je hier wilt komen of de stream wilt volgen. En nogmaals, Leon, hartelijk dank. Ja. Dank voor jullie komst.